Er was eens in een ver land, Sarië, een heel mooi klein meisje dat Misha heette. In het land was het niet leuk om te wonen, want er was een boze meneer die zorgde ervoor dat er oorlog was. Deze meneer heette Dassa. Dassa hield van macht en wilde graag dat iedereen naar hem zou luisteren. Als ze dat niet deden, dan werden ze gewoon doodgeschoten. In Sarië ligt een grote stad, Paleto. Ooit was het er heel mooi. Je had veel mooie huizen, gebouwen en overal speelden blije kinderen. Nu is het anders. Overal liggen huizen in puin. Maar eentje staat nog overeind. Dat is het huisje van Misha. Hey pap, wat is eigenlijk vrijheid? Vrijheid is vrede en dan kan je zeg maar gewoon normaal buiten spelen. Dat je kan spelen en doen wat je wil. En dat er geen oorlog is, zoals hier. Ook dat je niet bang hoeft te zijn dat de bommen op je huis of op jezelf vallen. Gewoon dat je je veilig voelt en niet bang hoeft te zijn. Nu is het genoeg. We gaan weg uit Paleto. We gaan op zoek naar de vrijheid. Ik heb gehoord dat er in Hollanda vrijheid is. We vertrekken deze avond nog, dus pak jullie spullen. Snel alsjeblieft. En jullie mogen maar één tas vullen. Mag ik Amy nog even bellen om te zeggen dat ik weer ga? Nee, dat mag niet. We hebben geen tijd te verliezen. Gaan jullie spullen pakken? De hele familie gaat snel een tas inpakken om daarna de grote reis naar Hollandia te maken. Kom! Misha, je mag er maar één meenemen, anders is de tas meteen vol. Jongens, opschieten! We moeten snel stoppen in de tas. Urenlang zitten ze in een roeiboot. Na urenlang roeien zijn ze nu eindelijk in Hollandia. Tas mee, jongens, even. Misha gaat ook in Hollandia naar school. Vanaf een afstandje kijkt ze naar de vreemde kinderen. Ze zijn een beetje typisch. Nu heb ik naar school aan. Nou en? Je hebt toch dat dikke sokken nu? Dat zijn naar school aan. Zit hier al uren. Of hier, heb je dikke takken. Lukt het wat beter? Ik ga anderen zoeken. Oké. Als je niet kan, moet je pakken. Dat zie je zo. Waarom sta jij hier helemaal alleen? Waarom, wat doe jij hier helemaal alleen? Had je kleren wel een keer mogen wassen? Je ziet er namelijk een beetje vies uit. En de sjaal past helemaal niet bij je jurk. Zo zal je nooit de prins op het witte paard ontmoeten. Ophouden! Ruzie maken doen we hier niet. Heb je al een wens gedaan? Want alle nieuwe kinderen mogen een wens doen hier op school. Ik wens een land vol vrijheid. De anderen vinden het maar een rare wens. Ja! Maar zou hij zijn uitgekomen? Hé, hey, zullen we een tikje spelen? Doe je ook mee? Ja, ik ben hem. En vanaf dat moment doen alle kinderen en grote mensen weer aardig tegen Misha en tegen elkaar. Thuis vertelt Misha over haar wens. Op school werd ik heel erg gepest in mijn hoofd. Maar gelukkig heeft mijn juf, die heeft me geholpen. Maar vinden jullie het nu wel leuk op school? Ja. Ja. Hadden we in Sarië ook maar een juf die vrede kon stichten? Met Luc. Oh, wilt u Misha aan de telefoon? Ik geef Misha wel voor de telefoon. Is er vrede? Er is vrede in Sarië. Is er echt vrede? Is er echt vrede? Oh, we kunnen gewoon weer terug naar zijn eigen land. Yes! Hopelijk staat het huisje er nog. Oh ja! Nou, eerst zien, dan geloven. Zet de tv aan dan. Vrede in Sarië. Ja! We kunnen weer terug naar zijn eigen land. Ja. En zo komen na het verjaardag van de verschrikkelijke meneer Dassa ook vrede en vrijheid in Sarië. Huizen werden weer opgebouwd. En Misha ook degene moment na te denken of ze terug wilden naar Sarië. Misha groeide verderop in een land van vrede en vond in Sarië haar prins op het witte paard. Ze werden er nog heel gelukkig en ze leefden nog lang in een land van vrede en vrijheid.